Beroepsonderwijs is het fundament voor ontwikkeling en innovatie van de samenleving. Daarom moet er naar zeggen van de directeur van het Polytechnisch College, PTC, Robbie Holband, sprake zijn van gelijkheid in onderwijs. Tijdens een openingscollege dinsdagavond vroeg de directeur zich af wat het verschil is tussen beroepsopleidingen en academische opleidingen, gezien beide bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving. Studenten van de Anton de Kom Universiteit betalen praktisch niets voor hun opleiding, terwijl studenten van het beroepsgericht onderwijs de volle bedragen moeten neertellen. We praten over gelijkheid in het onderwijs. Is er daar niet een vorm van ongelijkheid? En in die hele discussie wordt er dan steeds naar voren gebracht van ja, maar die studenten betalen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om gelijke kansen. Elke burger moet op dezelfde manier het onderwijs kunnen volgen. Daarbovenop zeggen wij nog van het beroepsonderwijs is het fundament waarop we die ontwikkeling kunnen brengen. Dus je zou juist kunnen bedenken dat als dat zo is, gelijke kansen en het fundament, zouden we ook moeten denken van moeten de studenten in het beroepsonderwijs niet op dezelfde wijze het onderwijs kunnen volgen. Wat is het verschil? Waarom mogen zij dan, moeten zij dan daarvoor gaan betalen? Het is belangrijk om te weten dat bijvoorbeeld de UNESCO zegt dat werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting de ernstige gevolgen zijn van het beleid die niet zorgt voor de ontwikkeling van competenties. De PTC-directeur geeft verder aan dat het ontwikkelen van competenties die Suriname nodig heeft, voornamelijk binnen het beroepsonderwijs worden aangedragen. De UNESCO stelt dat het ontwikkelen van deze competenties kan bijdragen aan de ontwikkeling van de economie. En op een duurzame manier versterken van de economie vereist competente mensen. Onderwijs voor duurzame ontwikkeling stelt studenten in staat met kennis, vaardigheden en attitudes wel overwogen beslissingen te nemen en verantwoorde acties te ondernemen om niet alleen hunzelf verder te kunnen onderhouden, maar te zorgen voor milieu-integriteit. En dan zit ik te denken aan alle zaken, waar of niet waar, over wat er in Nikeri gebeurt nu met de rattenplaag. Maar als we competente burgers hebben, hebben we daarover nagedacht. Economische levensvatbaarheid en vooral een rechtvaardige samenleving. Holband doet een beroep op de regeringsleiders om het onderwijs, in het bijzonder het beroepsonderwijs, niet als sluitstuk te nemen van de begroting, maar dit onderwijs juist als een prioriteit te nemen binnen het beleid.